Hi, tweeling. Leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 44. Dat is van maandag 1 november tot en met zondag 7 november. Een kaartenschud om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het, tweeling, alsof week 44 een week is waarin je eigenlijk voor jezelf overwinning op overwinning haalt. Ik heb het idee dat je naar de toekomst durft te kijken en dat de mensen in je omgeving heel erg gaan. En dat het heeft, kan te maken hebben bijvoorbeeld ook met kinderen of met familieleden, dat het daar gewoon heel erg goed mee gaat. En dat doet jou ook ontzettend goed. Met jou gaat het als persoon ook heel lekker, want ik heb het idee dat je meer dan tevreden bent. Je durft naar de toekomst te kijken. En ik heb het idee dat je deze week ook echt even tijd voor jezelf durft en kan gaan nemen. Dat is overigens wel helemaal heel positief. Want ik heb juist het idee dat je ook echt even de tijd wil nemen van genieten van al die fijne dingen die er op dit moment zijn. En dat je voor jezelf ook echt even gaat kijken hoe dankbaar je eigenlijk bent. En dat je daar echt even de tijd voor wil nemen om daar, ja, misschien wel zelfs een stuk dankbaarheid te tonen naar jezelf toe, naar je omgeving toe. Maar je doet het wel echt even in een stukje dat het niet te druk hoeft te zijn. Dat je het echt een soort wil vieren, maar dan niet in grote getalen. Dit was weer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.